Het bedrijf ExxonMobil, het grootste olie- en gasbedrijf uit de Verenigde Staten, heeft een overname aangekondigd. Ze gaan voor een kleine 60 miljard dollar het tevens Amerikaanse olie- en gasbedrijf Pioneer National Resources overnemen. Met deze overname is dus 60 miljard dollar gemoeid, een enorm bedrag. Voor Exxon de grootste overname in een kleine 25 jaar. Zo'n kleine 25 jaar geleden hebben ze namelijk in 1998 het bedrijf Mobil overgenomen, wat de naam ExxonMobil verklaart. Wat betekent dit nu voor Exxon? Voor Exxon is het in ieder geval een teken of geeft het aan dat ze toch blijven inzetten en blijven investeren in die olie- en gasindustrie. Het is ook een industrie natuurlijk waar ontzettend veel geld nog steeds uitkomt. De vrije kaststroom van Exxon is ontzettend sterk, iets meer dan 30 miljard per jaar. Die van Pioneer National Resources ook ontzettend sterk, iets meer dan 4 miljard per jaar. Samen gaat de verdiencapaciteit van het grotere geheel dat dus op vooruit. Toch zagen we dat een paar dagen geleden de koers van Exxon wel 1% of 4% omlaag schoot op dit nieuws. Hoe kan dat dan? Dat komt omdat deze overname wordt betaald in aandelen. Er vindt dus een zekere verwatering van dat aandeel plaats, wat beleggers in eerste instantie niet zo heel leuk vonden. Maar we denken wel dat deze deal voor een verdere toekomst heel interessant kan zijn voor Exxon. Wat betekent het verder voor de energiesector? Mogelijk gaan er nog meer consolidatieslagen plaatsvinden. We zien natuurlijk dat al deze bedrijven op een enorm berg cash zitten. Hè? Ja, waar kun je die cash voor gebruiken? Je kunt het aanwenden voor operationele bedrijfsvoering, voor terugkoop eigen aandelen, wat Exxon ook in ruime mate doet. Dit jaar dacht ik 4% van de market cap, wat echt enorm is. Je kunt het uitkeren in dividend. Maar daarnaast kun je het ook natuurlijk aanwenden voor dergelijke overnames, als je daar interessante mogelijkheden voor ziet. En dat heeft Exxon dus bij deze gedaan. Als we een klein bruggetje maken naar de Europese oliebedrijven, ik denk aan een Shell en een BP, verwachten wij dan ook dat daar ook consolidatieslagen plaats gaan vinden. Denk in mindere mate, omdat duurzaamheid daar een heel groot topic is. Dus als je dan bedrijven gaat overnemen die actief zijn in de olie- en gassector, dus investeren in meer fossiel, dat is in Europa toch iets wat toch wat gevoeliger ligt dan in de Verenigde Staten. En dat zie je ook terug in waarderingen. Bijvoorbeeld een Shell is wat gewaardeerd tegen 8 keer de winst. Exxon zie je tegen 11 of 12 keer de winst, dacht ik. En waarom is dat dan? Omdat fossiele projecten gewoon nog meer renderen dan helaas dan de duurzame alternatieven. Hoe kunnen we het samenvatten? Ik denk al met al een hele interessante deal voor Exxon. Maar we verwachten niet per se dat dit soort grote consolidatieslagen ook plaats gaan vinden op het Europese continent.